Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Zoals ik gisteren al heb beloofd bij Assen, wij gaan nu ook nog de 8 van Drachten lopen dit weekend. Het volk staat hier allemaal al. Wij gaan hier genieten van de 8 kilometer dwars door Drachten heen. Ik hoop dat jullie er ook van genieten. En vergeet niet, het is gratis. Abonneer, like en druk op het belletje. En ik hoop dat ik er weer heel wat views bij ga krijgen. Want de vorige 8 van Drachten, die was al over de 1000 heen geschoten vandaag. Ik ga nu lopen jongens en ik zie jullie bij de start. Yo! Zo, en u ziet het, ze vertrekken hier dames en heren. Wat een mooi gezicht is dat toch eigenlijk. Ik moet eens kijken joh. Netjes 1,5 meter uit elkaar. Ja, nou, soms wel een beetje meer dan 1,5 meter. Maar dat is alleen maar beter voor de RIVM-maatregelen. Ja, kijk eens, prachtig mooi gezicht. Thank you.
A generation of my time. There is nothing we can do. Stop this plague from breaking through. Don't come around and waste my time. A generation of my kind. There is nothing we can do.
Kijk, dit kunnen we weer goed gebruiken. Een lekker glaasje water. We zitten nu iets over de 2 kilometer. En het is even genieten. Straks kunnen we wel aan de pils. Maar nou, een heerlijk watertje. En wij moeten nog 6 kilometer. Gaan we ook even doen nu. Ik zeg jongens, tot de volgende waterstop. Yo! Dank u wel!
Nou, nog 3 kilometer te gaan. Pittig loopje. Ja, niet alleen omdat ik vandaag of gisteren ook de 4 mijl van Assen heb gedaan. Dan zou ik nu na een kilometertje al klaar zijn. Hier moeten we er nog 3. Aardig buiten adem, zoals je hoort. Ik hoop dat we straks ook nog een waterpasje krijgen. Want deze jongen heeft een aardige droge mond. En het zonnetje schijnt ook nog eens. Het is hier 30 graden op dit moment. Nee, grapje. Het is hier maar 20. Maar ja, ik denk dat het meegespeeld heeft. Dat ik gisteren de 4 mijl van Arnold gedaan heb. En daarom zijn de beentjes even wat luier. Nou, ik heb even een klein stukje gewandeld. Even het hartslagje weer een beetje omlaag. En dan gaan wij weer lekker verder rennen. Want zo te zien is het nu nog minder dan 3 kilometer. Ja, ik weet het meneer. Vorig jaar was ik sneller. Ja, deze jongen heeft gewoon veel te veel zitten roken dit jaar. Dat is nergens goed voor. Ik ben blij dat ik er nu vanaf ben. Maar ja, de nawegen heb je er ook nog van. Ik ga hem doen nu weer. Wij gaan hem weer knallen. We zijn weer iets uitgerust. En ik hoop jullie te zien bij het laatste drinkpasje. Alsmede of de finish. Jongens, tot zo. Yo!
Kijk eens, wat hebben we daar? Het allerlaatste waterpasje. Nou, die kunnen we goed gebruiken. Ah, mevrouw, lekker glaasje water. Dank u wel. Nou, de laatste tot finish. Lekker even rustig aanwandelen. Oh, wat een genot. Heerlijk. Heerlijk is dat. Nou, wij gaan zo even weer door. Voor de laatste kilometer eventjes nog de beentjes trekken. Het laatste stukje hoor ik al. Dan ga je een slokje water. Oh, dat was toch lekker, of niet? Heerlijk. Ja, machtig lekker. Nou jongens, wij moeten hem er maar even opgooien. Ik zit op 6. 3 kilometer bijna, 1,7 kilometer, moet toch te doen zijn. Wij, tijd zit je? Ik zit nu op 38 minuten, dus ik denk dat we de 50 wel aantikken. Vooral als ik zo doorloop, tikken we een anderhalf uur wel aan. Maar wij gaan er weer voor. Ik zie jullie bij de finish, jongens. Tot bij de finish. It's time that we put out the fire.
with every breath I breathe you out. We just can't take it any higher. It's only fair we let each other go without.
367 hebben dan bij Sietke de Boer. En met nummer 177 hebben dan bij Mia Schaafkamer ook uit Drachten. Dat zijn binnen. Mooi! En dan, dames en heren, gaan we dus nog maar eens even kijken hier naar de deelnemers die zijn er komen alweer. Hoi, hoi! Mooi man! Dat was hem weer, de 8 van Drachten. Het was een zeer pittige run. Het was een zeer pittig weekend. Ik ga mijn rust echt nodig hebben. Ik heb deze 8 kilometer heerlijk voldaan. Ik merk dat er al een beetje bekendheid komt. Ook ja, gezien de 8 van Drachten is ook al 1200 keer bekeken bijna. En er waren aardig wat mensen die mij kenden. Dus jongens, alle Drachtenaren, ik zeg jullie, ga allemaal deze video kijken. Delen met de buren. Het is goed voor jullie staat en het is goed voor mijn kanaal. Ja, ik ga nu even echt rust nemen. Het is 2 runs achter elkaar. De beentjes en de teentjes zijn wel aardig gebroken. Ik heb geen zweet meer over bijna. De laatste druppels komen eruit. Even de huishoudelijke mededeling. Vergeet niet, het is gratis. Even abonneren. Subscribe, daar staat hij. Even liken. En druk op het belletje. Het helpt mij zo gigantisch veel. En jullie missen geen enkele video meer. Volgende week ga ik naar Enschede, naar de Urban City Run. Dan gaan we dwars door winkelcentra heen. Ik geloof dwars door gebouwen. Ik weet niet waar we allemaal terechtkomen. Maar ik hoop dat dat ook een prachtige run gaat worden. Nou komt hij weer. Hier hebben we hem weer. Een ijskoud speciaal biertje. Vandaag hebben we de Baptist Blond. Dit is een fijn blond biertje, denk ik. Brouwerij van Steenbergen, Belgisch bier. Nou, die Belgen die weten wel hoe ze bier moeten maken. Dus we gaan er even heerlijk van genieten. Komt-ie. Dat ging weer niet zo ver. Maar het geeft niks. Het schuim krijg je, komt er al over. Jongens, ik ga eens even proeven hoe die smaakt. Ja, dit is een heerlijk hooggegist pittig biertje. Maar zoals ik altijd al zeg, na een run smaakt elk biertje lekker fris. Al is hij niet fris. Ja, deze is echt pittig. Maar ik ga hem heerlijk opslabberen. En jongens, ik zie jullie volgende week weer. Tot de volgende Rosso's Running Channel.